Oh yes, videotijd. Hey daar, ik ben meneer Van Empel en ik heb een gloednieuwe video over geschiedenis. En vandaag ga ik het hebben over het tweede kenmerkende aspect. Het tijdvak waar we het vandaag over gaan hebben is het eerste tijdvak over de jagers en de boeren. Het tijdvak heeft drie kenmerkende aspecten en vandaag gaan we het hebben over het tweede kenmerkende aspect. Namelijk het ontstaan van landbouw en landbouwsamenlevingen. Dit is trouwens van toepassing op zowel het jagers als ook het boerengedeelte van het tijdvak. Overigens gaan we beide delen behandelen, omdat er een overlap zit in deze periode. En daarvoor gaan we naar onze magische regenboogtijdlijn. In de video over het kenmerkende aspect van de jagers en verzamelaars had ik al verteld dat de periode ongeveer duurt tot 10.000 voor Christus, hier in het rood. In het geel is het ontstaan van landbouw- en landbouwsamenlevingen te zien. En daarbij zien we dat deze begint vanaf 11.000 voor Christus. En hoe kan dat nou? Want dan zit er namelijk een overlap in van 1000 jaar. Huh? Nou, dat klopt. Want jagers en verzamelaars en boeren die hebben een hele tijd lang naast elkaar geleefd. Hij is slim! Maar goed, laten we even kijken naar het kenmerkend aspect zelf. Want die kun je namelijk in twee stukken verdelen. Het eerste stuk gaat over het ontstaan van landbouw. En het tweede stuk gaat over het ontstaan van landbouwsamenlevingen. Maar nu gaan we als eerste kijken naar het ontstaan van landbouw. En wat daar heel belangrijk aan is, is dat er tot ongeveer 12.000 voor Christus een ijstijd is geweest. Wat betekende dat er heel erg weinig voedsel was. Maar het einde van de ijstijd betekende dat het warmer werd. En de vorige keer had ik verteld dat jagers en verzamelaars de hele tijd moesten verplaatsen om aan eten te kunnen komen, omdat voedsel opraakte. Maar omdat het warmer werd, kwam er meer voedsel en hoefden deze jagers en verzamelaars niet meer te verplaatsen. De eerste plaats in de wereld waar dit ontstond was Mesopotamië. Hey, what? Mesopotamië. Say what? Mesopotamië. Say what? Stop it! Mesopotamië. Met puntjes op de E. En in dat gebied hadden we wat we noemen de vruchtbare halve maan. Huh? De vruchtbare halve maan, dat je hier op dat kaartje kan zien. Overigens, ik heb nog een belangrijk begrip voor jullie. Het begrip sedentair. Sedentair betekent dat mensen op één plek blijven wonen. En dat is hier belangrijk, want die jagers en verzamelaars waar ik het net over had, die hoefden zich niet meer te verplaatsen omdat er genoeg voedsel was door het einde van die ijstijd. Oftewel, deze jagers en verzamelaars hadden een sedentair bestaan. Deze jagers en verzamelaars hadden dus genoeg voedsel. Maar helaas voor deze mensen kwam er een tijd van droogte en kwam er weer ineens minder voedsel. Wat dus betekende dat hun voedsel op de plek waar ze woonden opraakte en dat ze zich weer moesten verplaatsen. Omdat ze woonden op een vaste plek waren ze helemaal eraan gewend om op die plek te blijven wonen en om niet meer te verplaatsen. Dus dat wilden ze eigenlijk niet meer. En daarom gingen ze niet alleen maar deze planten meer verzamelen, maar probeerden ze ook deze planten te laten groeien. En dat is wat we noemen landbouw. En in plaats van dat ze nu gingen jagen op de dieren, gingen ze dieren proberen te houden. En dat is wat we noemen veeteelt. Als iets in een hele korte tijd enorm verandert, dan noemen we dat revolutie. En in een relatief korte tijd veranderde het leven van de jagers en verzamelaars ook enorm door de komst van de landbouw. Een ander mooi woord voor landbouw is agrarisch. Oftewel, een korte ingrijpende verandering door landbouw. En dat is wat we noemen agrarische revolutie. Oké, nu kennen we dus het eerste deel van het kenmerkende aspect, het ontstaan van landbouw. Nu gaan we door naar het tweede gedeelte en dat is namelijk het ontstaan van landbouwsamenleving. Omdat je goed hebt opgelet, betekent dat je een victory dance hebt verdiend. Dus ga maar klaarstaan. Ja? En daar gaan we. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Break it down. Oké, dat was heel erg nice. En nu gaan we dan door naar het tweede deel, namelijk het ontstaan van landbouwsamenlevingen. Daarvoor gaan we de vier invalshoeken gebruiken die ik in het vorige filmpje ook al heb uitgelegd. En de reden voor is omdat we nu een samenleving in het verleden gaan bestuderen. Economie, dat ging over de middelen van bestaan. Oftewel, hoe blijven ze in leven? En dat is in dit geval echt super makkelijk. Probeer het zelf te raden. Nou, hoe blijven ze in leven? Inderdaad. Via landbouw. Hoe zit dat dan met politiek?
Door de landbouw kwamen er veel meer mensen bij. De jagers en verzamelaars die hadden namelijk 1 vierkante kilometer per persoon nodig om aan hun voedsel te kunnen komen. Door de komst van de landbouw veranderde dat en konden er per vierkante kilometer 60 tot 100 keer zoveel mensen aan eten komen. Maar de bevolking die steeg dus enorm. En zo ontstonden dan ook de eerste dorpjes of de eerste boerendorpjes. En als er dorpjes zijn en eens een samenleving ontstaat met meerdere mensen, dan heb je politiek nodig om dat dorpje te kunnen besturen. En bij die eerste boeren waren dat de dorpsoudsten of priesters of de allerrijkste boeren. Sociale verhoudingen. Deze veranderden door dat sedentaire bestaan, dus dat mensen op één plek blijven wonen. En omdat je dus niet meer rond hoeft te trekken, kun je meer spullen hebben. Maar sommige boeren die waren meer succesvol dan andere boeren. Dat betekent dus dat deze mensen rijker waren en dus meer spullen hadden. En omdat ze meer spullen hadden, kregen ze meer aanzien. Nou ja, en als je dus meer aanzien hebt, dat betekent dus dat er sociale verschillen ontstaan. De rolverdeling tussen mannen en vrouwen, die blijft gescheiden. Maar dan iets minder dan bij de jagers en verzamelaars. Omdat ze nu allebei op het land gingen werken. Maar cultuur is echt heel bijzonder. En dat komt omdat we willen weten wat mensen denken en voelen. Bij de jagers en verzamelaars is het zo dat ze in de prehistorie zitten. Dat heb ik in mijn vorige video verteld. Maar nu komen we in de historie, wel de geschiedenis. En dat betekent dus dat mensen begonnen te schrijven. Ze ontwikkelden dus het schrift. En niet zo'n schrift. Maar ik bedoel dus dat ze voor het eerst gingen schrijven. En de reden waarom ze gingen schrijven was omdat ze de voorraden wilden bijhouden. Uh-oh, wat is dat daar? Ja. Dat is meneer Brollebeer. Alweer. Oh, dat rijmt allemaal. En meneer Brollebeer heeft alweer een bron voor ons meegenomen. En dat kun je hier nu op het plaatje zien. Oké, bij een bron als deze kun je dus weer een vraag verwachten in de trant van hoe kun je zien dat het in deze afbeelding gaat om het ontstaan van landbouw en landbouwsamenleving. Moeten we dus die vier invalshoeken gebruiken waar ik het net over heb gehad. Maar dan moeten we alleen degene gebruiken die het meeste opvallen. En wat voor mij opvalt zijn twee dingen. En dat is economie en sociale verhoudingen. Economie, dat gaat over de middelen van bestaan. En dat is hier landbouw, want ze hebben een akker en doen aan veeteelt. Bij sociale verhoudingen, daar zie ik twee dingen. Als eerste zie ik het sedentair bestaan. Dat zie je aan de huizen. Die zijn gebouwd om langer in te blijven wonen. Daarnaast hebben ze meer spullen, wat is te zien aan deze potjes. En door die spullen ontstaan sociale verschillen. En dat hoort allemaal bij sociale verhoudingen. Als tweede zie ik een rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Maar die is nu minder groot dan bij de jagers en verzamelaars. Want, zoals je hier kan zien, op het land werken zowel mannen als vrouwen. Alright, dit is dus het tweede kenmerkende aspect dat je moet kennen. En die gaat over het ontstaan van landbouw en landbouwsamenleving. Als je trouwens nog vragen hebt over dit kenmerkende aspect, dan kun je ze hieronder in de reacties stellen. Dan probeer ik ze te beantwoorden. Je kunt trouwens ook naar mijn website toe gaan. Daar kun je nog extra informatie vinden over dit kenmerkende aspect. Ik hoop jullie de volgende keer bij het derde of een ander kenmerkende aspect te zien. Ik check jullie later. Hey mensen, als je dit filmpje leuk of informatief vond, doe dan een duimpje omhoog. Daar help je me echt ontzettend mee. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op mijn kanaal, dan blijf je altijd up-to-date over al mijn video's en ook over mijn vlogs. Hoop jullie de volgende keer weer te zien. Doei!